U bent een van de jongere raadsleden van de VVD. Ja. Ik ken u nog van het jongerendebat in het, aan het leerpark bij het Da Vinci College. U bent eigenlijk het enige jongere raadslid wat zeg maar, naar de raad is uitgevloeid, zal ik het zo zeggen. Ja, helaas wel. Wat mij betreft had er wel meer verjonging mogen zijn. De burgemeester refereerde er ook aan bij de installatie. Maar nou ja, is daarmee aan mij om in ieder geval de jongeren enige stem te geven. En het raadlidmaatschap, waarom is de politiek zo'n passie voor u? Eigenlijk al van jongs af aan mee opgegroeid. Vroeger krantenwijk, las graag de krant naar de krantenwijk over wat er in de landelijke politiek gebeurde. Ik heb ook een sociale studie gedaan, altijd al interesse in de politiek. En ja, de twijfel gehad van ga ik me wel of niet verkiesbaar stellen als jonge vader en waar ga je aan beginnen. En uiteindelijk de keuze gemaakt om het wel te doen, omdat juist zoveel mensen van mijn leeftijd het niet doen. En voor de gemakkelijke keuze gaan om langs de zijlijn commentaar te leveren op verjaardagsfeestjes. Dus ja, het is misschien ook wel een soort roeping. Ik ben er ook voor gewaarschuwd, waar begin je aan? Maar ik heb er zin in en we gaan wel zien wat het gaat brengen. Okay.